Dat is een hele goeie, want het bloed heet. Jezus, mensen. Hallo. Vergeet niet even een groen duimpje te geven voor dit, hè. Voor dit weer opnemen, want het is nu 11:30. Ik moest nog opnemen vandaag. En gisteren ook helemaal geen zin erin. Zo warm. Maar we gaan weer verder aan Gears of War Judgment. Deel nummer 5, 6 of zo, weet ik veel. Ik ga denk ik gewoon even ook een paar opnemen vannacht of zo. Want dan is het lekker cool. Tenminste, het is ook benauwd, dus dan kan ik niet eens goed opnemen. Maar en normaal gesproken neem ik altijd elk eigen filmpje eigenlijk in principe op de dag op dat ik hem upload. Zo, ja, dat doe ik meestal zo gewoon. Maar ik hoop dat mijn camera nu beter staat, want ik heb mijn camera iets hoger gezet. Dus ik probeer iets meer jullie te kunnen aankijken. Maar ja, het is een beetje raar hoe ik zit, zeg maar. En ik moet daar nog even iets voor bedenken misschien. Om dat even leuker te maken. Maar we gaan wel lekker verder, trouwens. Dat gaan we doen. We gaan lekker bij... Oh, ik moet in mijn gamerprofiel nog even insignen. Lekker professioneel. Weer offline. Want anders krijg ik 5000 invites. Ik krijg echt 5000 invites. En dan gaan we deze doen. Versneden gaan halen. Ja, Gears of War, ja. Ja, maar dat toch nog even een beetje weinig breed wordt. Nou, het valt mee, het is iets, maar het is niet heel slecht natuurlijk. Ik ben natuurlijk een COD channel eigenlijk natuurlijk. Maar ik ga wel echt wat meer dingen random doen en zo. Dus jullie moeten gewoon even wat meer accepteren dat ik gewoon meer dingen, verschillende dingen doe natuurlijk. Ook natuurlijk omdat ik gewoon Gears of War, tenminste Black Ops 2, ja, niet upload natuurlijk. Dat ga ik gewoon niet uploaden. Tenminste, gastrollen en duel, eventueel duel. Is geen probleem, snap je? Met Black Ops 2. Want, kom op nou, jongens. Ik kan niet verplichten dat jullie geen Black Ops 2 spelen, natuurlijk. Dat ga ik niet verplichten. Maar in ieder geval, ik speel het gewoon niet meer. Online in ieder geval. Want ik ga wel lekker weer zombies doen binnenkort en zo. Als jullie dat willen zien weer, dan moet je het ook maar even achterlaten en zo. Gaan we even kijken. Ik ben level 11 trouwens. Eerste prestige. Dat zeggen jullie helemaal niks. Maar je kan ook prestige in deze game. En we gaan gewoon verder met de campaign. Continue. En als het goed is zijn we aangekomen op act nummer 2. Chapter 1. En het is echt... Ik vind het een leuke game. Singleplayer online is niet zo heel leuk. Het is eigenlijk best wel gefaald voor de Gears serie. Maar... We gaan gewoon lekker eventjes spelen. We zijn hier inderdaad in Act 2, Chapter 1. En, elke keer blik je dus terug op een stukje van wat er al geweest is, hè, zeg maar. De laatste chapter kan ik wel verklappen vast. Dat is dus wel wat er precies gebeurt. Kijken of die... hoe die shit is aan het doen. Even opletten. Karn had already been there. The fight was over and my friends were dead. Als het goed is staat hier. The only way we could avenge them was to get the light mass missile beacon from Professor Elliot's lab. Ik ga iets zachter zetten. Oh, jeuk. Oh, lekker. Nee. Oké, die kogels pakken, maar die heb je niet. Even kijken, dan gaan we deze doen. Die classified mission, killer squad. Claim the Enfield Bridge. Reduce ammo, no long shots. Oké. Okay. Dus minder kogels moeten wij erop. They were the one thing we didn't have. Enemy spotted. Oh, wacht. Dat is wel heel handig, maar. Ja, lekker zagen. Hoppa. Drie chainsaws in een row. Oké. Okay. Nou, het is een beetje saai om te kijken natuurlijk, maar... Oh, oh. En we hebben in ieder geval één ster. Dat is wel een goed teken, want... Normaal gesproken moet je dat wel hebben ongeveer. Wow. Oh. Oh, jongens, ben down. Revive me, piggies.
Ja, daar zat hij. What the fuck? Kogels oppakken, oh, goed zo. Oké. Okay. Oh. Zie je? Kom op, ga dood. Oké, goed. Hoppa, dat is de tweede ster. Oh, beetje laggy. Wegen die checkpoint. Dat is geen probleem. Ah, kom op! Oh, lekker reload, Chris. Wow, man. Even kogel, scavenger. Ik heb trouwens mijn facecam zet ik dus nu ergens anders neer. Oh. Kom op. Ja. Die kunnen we niet meer kwijtraken. Die sterren. Dat scheelt hier. Je kan nou die sterren niet meer kwijtraken. Dat is mooi. Kom maar op. Kom maar op. Kom maar op. Gaan we staan. Bitch. Oh. Ja, behalve als je dood gaat. Dan raak ik ze wel kwijt. Jongens. Hallo. Jongens. Hey. Wauw. Oh. Niet op mij lopen. Jezus. We hebben het gehaald. Dat is mooi. Dat is mooi. En dan gaan we. Ja. Best nice. Loading. Ah, kwartier. The campus had been hit hard. Je weet het. If I saw any bodies, I wasn't gonna look too closely. I was worried I'd recognize them. Nou, okay. Get to the enemy gate. Die heb ik gehaald dus. Jongens, leer laden. Yeah, you and me both. Oh, die kogeltjes heb ik niet. Wat is dit dan net als? Oeh. Ja, ja. Wacht maar op mij. Ik vind het best wel zielig dit eigenlijk. Eens kogeltjes pakken. Altijd slim blijven. Dat is ook lekker. Shotgun kogels erbij. Zal ik die retro lancer pakken? Wat is dit? Flame. Retro. Oké. Okay. Die classified mission. Finish before poison gas. Oh ja, 4 minuten. Poison gas. A failsafe in case it was overrun by the UIR. A campus-wide flood of poison gas. That failsafe had just been tripped. Either we ran or choked to death. Thank you.
dat zien jullie. Oh, dit is echt niet handig, Chris. Kom op, pak maar op. Ja, what the fuck. Boom! Bitches. Wauw. Waarom? Hallo? Hallo? Bert. Pik me even op. Pik me even op. Pak me op. Bert. Hoe is dat zo moeilijk? Oh. Oh. Jezus. This whole campus is infested with drops. We need to get to the lab now. Follow the sign. Ja, dat begrijp ik, maar. Oh. Deze gas is niet blij. Jezus. Ja, ga maar. Even over zeggen. Je mag hoor. Ja. Ah, dat komt wel goed. Ja. Zeg dan wel dat ik goed ben. Goed zo. Twee keer down gegaan, maar toch die 3 sterren. Dat is best wel nice. Even het filmpje afkijken. En dan gaan wij stoppen weer. Want dan gaan we lekker de volgende keer verder met de volgende aflevering. Probeer elke 2 te doen, of het heel kort zijn, dan doe ik er 3, maar... Nou, dat was hem al. Nou, mooi. A laboratory, nou. Gaan we eruit. En dan hoop ik van jullie veel duimpjes weer te krijgen. Kijken is liken. En wil je het vaker zien, moet je het ook even achterlaten. In ieder geval doe ik het, probeer het even gewoon 2 keer per week, vind ik mooi zat. Zeg natuurlijk zoals altijd dus. Tot de volgende keer. Bye bye.